من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أجارنا الله جميعا من النار الله لطف الله عز وجل الذي وصيف خليتنا دوار حقيته الله لطف الله عز وجل الذي هون سبغنتت met de twee getuigenissen dat niemand en niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah عز وجل en de getuigenis dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschapper en zijn dinaris en alle lof van Allah عز وجل dat daar in één van de huizen van Allah zitten

Hij maakt duidelijk waarom, omdat het tegenovergestelde is van wat er in de moskeeën gebeurt. In de moskeeën zijn mensen bezig met het gedenken van Allah Azza wa Jalla, en zijn de mensen bezig om dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen, en zijn de mensen bezig om Allah Azza wa Jalla te leren kennen, en zijn de mensen bezig om eerlijk te zijn tegenover hun heer, tegenover hunzelf, tegenover hun medemensen. De markten. Daarentegen, daar is iedereen gefocust op het wereldse. En iedereen is gefocust om te kijken hoe hij wat geld kan verdienen. En dat gaat gepaard, zoals Imam Noa r.a. zegt, dat gaat gepaard met bedrog, met leugens, met rente, met diefstal en ga zo door. En daarom, subhanallah, vele zaken worden nagestreefd in het wereldse leven en het gaat gepaard met misdragingen. Alleen subhanallah, het enige wat geen misdragingen accepteert, in de zin van dat mensen het niet toelaten om zich ook te misdragen, is wanneer zij hun weg zoeken naar Allah azzewajal. Dan gaat het niet gepaard, niemand accepteert het om zich te misdragen om Allah te kunnen bereiken. Want je weet inmiddels dat je Allah niet bereikt als je je mis, 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 uh, als een misdadiger opstelt, in tegenstelling tot het wereldse. Je kan een misdadiger zijn en je bereikt het wereldse. En daarom weet je dat deze weg neutraal is. En weet je dat deze weg schoon is. En dit is de weg, de erfenis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Die hij heeft achtergelaten. En het is zo: zodra een persoon in een van de huizen van Allah -jalla, is, dan geniet hij van vier dingen. Namelijk de rust die op hem neerdaalt, de barmhartigheid die hem omvat, de engelen die hem omringen. أن تخدنك من هذا الشخص من هذا الوصول من الله عز وجل ما جتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بروفيت صلى الله عليه وسلم فربلعتنا من هذه الأشياء الجميلة وذلك يجب أن نتفهم أنه إذا كنت أتفقد من الله Ik ga er naartoe zodat ik geniet van bijvoorbeeld deze hadith. En dit is de reden waarom ik het elke keer herhaal. Dit is een heeft een reden. Laine, zoals de ulama zeggen. kullama te shay te eh, Zodra je iets vaker herhaalt, zal het ook, eh, zal het ook stand houden of zal het uh, zijn plek hebben. Dus wanneer jij naar de moskee komt, want de daden. Dit is even heel goed om te weten. Jouw daden worden bepaald aan de hand van jouw intentie. In niyat, zoals de Profeet zegt. Alle daden worden bepaald aan de hand van jouw intentie. En deze zaak, de intentie, is een innerlijke daad. Deze bijzondere innerlijke daad, dat jij kunt daar invloed op kunt hebben. Om die zodanig oprecht te maken, maar niet alleen oprecht. Maar dat je hem ook zo groot mogelijk maakt. Laten we hierbij stilstaan. Vele mensen hebben de intentie: ik ga naar de moskee zodat ik mij goed voel. En naam, dit is geen slechte intentie. Maar is deze intentie gelijk aan degene die denkt: ik ga naar de moskee om dichter bij Allah te komen? Ik ga naar de moskee om het gebed dit keer zo goed mogelijk na te doen, zoals die van de profeet. Ik ga bidden zodat ik mij verre hou. Van, de, van het verderf, van dat wat Allah niet lief heeft. is natuurlijk een wereld van verschil. En daarom zeggen sommige ulema dat de sahaba ons hebben ingehaald. Niet om het feit dat zij meerdere aanbiddingen hadden verricht. Want het is feitelijk bewezen dat er van de tabi'een en de tabi'at tabi'een, dus de leerlingen van de sahaba, van de metgezellen en de leerlingen daarvan, dat er sommige waren die enorm veel aanbiddingen hadden verricht. Zo wordt bijvoorbeeld over imam Ahmed gezegd dat hij meer dan 300 rakaat per dag bad. Zo wordt er over imam Shafi'i gezegd dat hij in de maand ramadan meer dan 60 keer de koran uitlas en ga, ga zo door. De sahaba stonden hier niet echt mee bekend. Maar waarom hebben de sahaba de mensheid ingehaald? Natuurlijk buiten het feit dat Allah hen heeft gekozen om de metgezellen van de profeet te zijn. Maar om het feit dat de, hun intentie was enorm sterk was. Hun intentie was groot. Hun intentie had een diepgang. En daarom is het belangrijk om te werken aan jouw intentie. Als jouw intentie sterk is en het heeft een diepgang, dan zullen jouw aanbiddingen ook een verheven plek hebben. Laten we hier goed bij stilstaan. Het kan niet zo zijn dat wij 20, 30 jaar een routine gebed hebben. Wij komen naar de moskee, we bidden en dan gaan we weer of thuis bidden, omdat het, ja, je hoort het gebed is ingaan. ik ga bidden. En klaar, nee, zo werkt het niet. Sta elke keer stil van waarom doe ik dit? Waarom sta ik hier nu? Waarom ga ik bidden? Elke keer je intentie verversen. En natuurlijk, natuurlijk hebben we allemaal de, de, die momenten dat je afgedwaald bent. En misschien wel voor dagen sta je er niet bij stil en is het gewoon een bepaalde aanbidding die je verricht zonder er echt bij stil te staan. Maar het is belangrijk om erbij stil te staan als. Als, als, als uh, persoon die let op zijn intentie. En een van de zaken waar we het vandaag over gaan hebben. Dit leert ons vanuit de islam. En eigenlijk zoals de ulema hebben gezegd. Een van de redenen waarom Allah Azza wa Jalla middels de Koran en zijn profeet. De tekenen van het uur en het uur zelf hebben besproken. Of hebben verteld aan de mensheid. Is om de mens... Eigenlijk een soort van vrees te laten hebben voor wat komen gaat. Dit is een vorm, van Allah. Dit is een vorm die deel uitmaakt van onze aanbidding. Want jouw verhouding als moslim zijnde kan gepaard gaan met twee zaken. Twee zaken houden jou in een weegschaal. Namelijk jouw vrees voor Allah en jouw hoop op de beloning van Allah. Jouw vrees voor de bestraffing van Allah en jouw hoop. ...op de beloning van Allah. Deze twee houden een mens in evenwicht. En Allah Azza wa Jalla heeft een aantal zaken... ...geopenbaard aan de profeet Sallallahu Wasallam... ...om die vrees voor hem... ...die balans te geven. En daartegenover natuurlijk ook de hoop op het paradijs... ...en de beloning van Allah Azza wa Jalla. Maar hoe staat de islam eigenlijk... ...hoe staat de islam... ...erin als het gaat... ...over de tekenen van het uur... ...en het uur zichzelf. Daarover zegt El moellief namelijk Abi Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah wa anna saata la rayba fiha la Dat het uur zal aanbreken, daar is geen twijfel over. Dus dit wil zeggen dat dit een hele belangrijke zaak is waar we over of waar we in moeten geloven. En dit komt terug in de hadith van de profeet sallallahu alayhi wasallam waarin waarin Jibreel salam naar de profeet toekwam en hij vroeg hem om de pilaren van het geloof. Dus nadat hij hem had gevraagd over de pilaren van de islam en hij gaf de vijf pilaren. Daarna vroeg, hem, vroeg hij hem over de pilaren van de, de imaan, van het geloof. En de profeet s.a.w. Noemde, noemde de zes zaken op. En billah, het geloof in Allah, wa de engelen, de boeken de profeten en de boodschappers. En de dag des oordeels. En de beschikken natuurlijk het goede daarvan en het slechte. Dit zijn de pilaren van het geloof. En de, de, de dag des oordeels. Dat gaat vooraf met een hele belangrijke zaak die de profeet sallallahu ons heeft verteld. Wat betekent eigenlijk het uur? الساعة سوزتنا تعرابيس هيت الساعة هذا اخت اما الساعة فهي فناء العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة الدنيوية قال الخازن في تفسيره وسميت القيامة ساعة لانها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها احد الا الله تبارك وتعالى دوس هات Wel zeggen. Wanneer deze werelden vergaan. Wanneer deze werelden vergaan. En als wij zeggen werelden, dat betekent niet alleen deze aardbol, maar het gehele universum. Het gehele universum. Al de hemelen en al de aarde. Al de aarde zullen vergaan. En dat natuurlijk het wereldse leven uh, stopt. Het wereldse leven zal stoppen. Een van de ulema al-Gazin. Hij zegt, het is, het is genoemd als het uur om een reden. Namelijk, het zal de mensen opschrikken en het zal de mensen eigenlijk verrassen op het moment dat zij in dwaling zijn. Wanneer zij er geen rekening mee houden dat het überhaupt zal plaatsvinden. Dan zal het uur aanbreken en de mensen zijn in dwaling. En daarom zegt Allah in het begin van Surat al-Anbiya. Oftewel, tot de mensen is hun berekening nader gekomen. Oftewel, de sa'a, het uur. vier Zij zijn in dwaling daarvan. Zij zijn in dwaling van het feit dat het uur zal aanbreken. Zij zijn in dwaling van het feit dat ze zullen berekend worden na hun dood. Omdat de mens zich alleen maar bezighoudt met het wereldse. En dan zegt hij, wakil, oftewel er is ook gezegd waarom het saa'a wordt genoemd, summi het saa'a li hisabi fiha, li hisab al khala'iq al qiyamati yakunu fi saa'atin min dhalik. Het is ook het uur genoemd, omdat de mensen allemaal worden berekend in een tijdspanne, in een korte tijdspanne. Als jullie nagaan dat we nu 7 miljard plus mensen zijn. En voor ons hebben miljarden mensen geleefd. Die komen allemaal op een open veld. En Allah Azzawajal zal iedereen in een korte tijdsbestek zal Hij iedereen berekenen. Subhanahu wa ta'ala. Dit is de macht en de kracht van Allah. Azzawajal. En daarom wordt het ook wel eens het uur genoemd. والساعة هي يوم اليوم الآخر من أيام الدنيا لاختلال نظام أيام الدنيا بأكبر الأشرات وأظهرها وهو شروق الشمس من المغرب. أنا أذورتوك عندر أندرا. افتضل الساعة هتؤير. is namelijk de laatste dag die op deze dunia zal plaatsvinden. En het eigenlijk het laatste uur is is een betere term. want als je dag zegt dan denk je etmaal en een uur in het Arabisch is een is een bepaalde periode, is een bepaalde periode. Dus het zal in een bepaalde periode beginnen, die voorafgaat met een aantal tekenen. En de grootste daarvan en de meest duidelijke is wanneer de zon niet van het oosten opkomt, zoals wij gewoonlijk zijn. Het zal van het westen opkomen. Het zal van het westen opkomen. Maar weet wel beste Moslim, op dat moment wanneer dat zal gebeuren dan zal het niemand meer baten om te denken van ik ga geloven. Allah Jalla zegt dat in Surat Al-An'am. Geen ziel of geen nefs zal het meer baten om te geloven. Als het niet voorheen heeft geloofd. Dus wanneer de zon van het westen opkomt. Natuurlijk. Dan is het duidelijk. En dan weet iedereen van hey, hiermee is de islam gekomen. Laat mij nog snel toba doen, maar dan is het te laat. Dan is het over. Dit is de meest duidelijke teken, zoals de ulema zeggen, als het gaat om de tekenen van het laatste uur. Degene die de kennis heeft van wanneer het uur zal plaatsvinden, is alleen Allah

En daarom is het bijzonder dat je soms mensen hoort praten over de rekensom die zij maken. Ik weet niet hoe ze eraan komen. 2000, het jaar 2000 millennium, dan gaat alles voorbij. 2030, 2050, ja, aché. Okay, Allah Azza wa heeft jou niet opgedragen om deze rekensommen te maken. En daar gaan we zo, inshallah ta'ala, dieper over praten. En daarom zegt Allah Azza wa jala, إن سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله عز وجل سبريك تو فور فايف كان سوفر هاي سبحانه الله عز وجل سخت هاي إز دخينة دي أور هيفت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث عند كانس أوفر دفير Hij bepaalt hoe het weer zal gaan. En hij weet wat in de baarmoeders van, 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 van de moeders zit. En geen ziel, geen mens weet wat hij tegemoet gaat morgen. Hij weet niet wat hij zal doen morgen en wat hem zal overkomen morgen. Oftewel in de toekomst. En geen ziel weet wat hij tegemoet gaat morgen. En geen ziel zal weten wanneer, op welke plek hij komt te overlijden. Allah Azza wa Jalla is de alwetende, degene die de kennis van alles heeft. En Allah Azza wa Jalla zegt ook tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Zij vragen jou over het uur wanneer het zal aanbreken. jou over het uur wanneer het zal aanbreken. هذه الكنزة بأ الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو هذا النيمان ترى في التل أو في تكون أوبن بارا النيمان سبحانه وتعالى دز ديت إز دكنز الله عز وجل بعزة خيفت أن النيمان إز خيفة أن زختي والآيات كثيرة في شأن قيام الساعة والرد على المكذبين ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حفي حديث جبريل عليه السلام En de tekenen voor het uur dat het uur zal aanbreken zijn er veel. Zijn er veel. En Allah Azawajalla heeft middels zijn profeet ook de leugenaars blootgesteld. Hij heeft ze eigenlijk ten schande gemaakt. Tot de dag van vandaag. Een aantal zaken waar de profeet sallallahu alayhi wasallam over heeft gesproken om de tekenen duidelijk te maken. Is de hadith. ...van Jibreel a.s.w. waar ik net sprak over de zes pilaren van de iman. De hadith is een, een grote hadith, is een pilaar als het gaat om de hadith. Dit is een hadith die eigenlijk elke moslim moet kennen. Uh, 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 namelijk deze hadith die verzamelt alles voor jou. Die verzamelt de pilaren van de islam, de pilaren van de iman, de pilaren van l'ihsan. Dus hoe je l'ihsan moet begrijpen. En vervolgens wordt er gesproken over het uur uh, en wat de tekenen daarvan zijn... Dus Het is een geweldige hadith die ook echt als een basis geld uh, uh, geldt uh, in de islamitische uh, kennis. Jibril alayhi salam hij vroeg de profeet sallallahu alayhi wasallam: "Ya Rasulullah, Met as-saa'ah?" "Vanir is het uur." Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: "Melmsulu 'anha ba'lam min as-sa'il." Door ondervraagde weet niet meer dan de dan degene die vraagt. De ondervraagde heeft daar niet meer kennis over dan degene die het vraagt. Oftewel, zowel ik als Jibril al salam hebben geen kennis hierover. Toen zei, toen zei de Profeet, en dit is een andere riwaya, een andere riwaya zegt: Jibril al salam. Oftewel, vertel mij over de tekenen daarvan. De tekenen daarvan. Maar in deze riwaya zegt de Profeet, walayikin, wa Maar ik zal je vertellen.

Wanneer de tijd aanbreekt dat kinderen, hun ouders niet meer gehoorzamen. En dat er enorm veel ongehoorzaamheid is tegenover de ouders. Zodanig dat het lijkt dat haar zoon of haar dochter de basis is over de moeder. Mocht Allah ons beschermen. En dan zegt hij en ashraati. En wanneer je de blote man, degene die bloot is, weinig gekleed is, wil aangeven: eigenlijk heel primitief, heel, uh, niet ontwikkeld. Hij is bloot, hij heeft geen schoenen aan en hij is de leider van de mensen. Zij zijn de leiders van de mensen. En hij zegt: Oftewel, wanneer jij de herders. De herders, en dat kan kamelenherders zijn. De onbekende kamelenherders of herders in zijn algemeen. Wanneer die mensen in één keer wedijveren in hoge gebouwen. Ja, sommige mensen zullen direct denken: oh wacht even, subhanallah, dit, dit komt wel heel bekend voor. Nog geen 60 jaar geleden was er niks in die woestijn en nu in één keer staan daar de hoogste gebouwen in de wereld. Maar daar gaan we zo ook over praten. Hoe zit het nou eigenlijk met deze ahadith en hoe wij ermee hoe wij moeten, om, moeten omgaan? Toen zei hij: Dat behoort dus tot de tekenen. En toen zei hij, verwijzend naar de eieren die we eerder hadden opgenoemd: Oftewel, en vijf zaken die alleen Allah kent. Uh, en toen hebben wij wat we net hadden opgenoemd dus, uh, het uur, de weeromstandigheden wat in de baarmoeder zit en wanneer iemand, uh, wat iemand morgen meemaakt en, wanneer, en waar iemand komt te overlijden. Dit allemaal behoort tot de kennis van Allah Azza wa Jalla. En er is ook een hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam uh, of eigenlijk uh, Auf ibn Malik radiyallahu anhu, hij zegt... كوم تو دو صلى الله عليه وسلم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه ادم فقال افتبل ديز الصحابي كوم نو دو صلى الله عليه وسلم دو بروفيت زاتين لير التنت يعني زاتين لير التنت تو زيد بروفيت صلى الله عليه وسلم, وسلم هم اعدد ستا بين يدي الساعه افتبل تل سس زاكو اوب دي زولو غبوره فور هات Zes zaken wat zullen gebeuren voor het uur. Toen zei de profeet wasallam sal Moti, mijn overlijden. En dit is natuurlijk de grootste ramp die de, de natie van Mohammed wasallam sal is overkomen. De profeet wasallam sal deze geliefde man die de openbaring direct kreeg van Allah Is komen te overlijden. En daarom moeten wij dit goed beseffen. Maar we kunnen dit alleen maar goed beseffen als we het leven van de profeet bestuderen. Dan voel je het. Dan voel je het omdat, waarom, het bijzondere is dat er tegenwoordig mensen overlijden, die eigenlijk een enorme status hebben in de islam, om wat ze hebben gedaan, om wat ze hebben verricht, waar ze naar hebben opgeroepen, aan dat die mensen eigenlijk niet snel naar wordt omgekeken. Natuurlijk, de media moet je niks van verwachten, die geven die mensen sowieso geen aandacht. Als het gaat om moslims die wat hebben betekend voor de islam. Maar het gaat erom dat het jammer genoeg terug te zien ook is in de moslims zelf. En ergens kunnen wij dit begrijpen. Wij zitten hier in het westen. Wij spreken nauwelijks Arabisch. Waardoor het natuurlijk een beetje automatisch een soort van een reden kan zijn. Om te denken van ik heb geen band, ik heb geen link. Om te weten waar de ulema zijn van de moslims. En dit heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld gisteren een van de grootste ulema is overleden alam uh, al een van de geleerden, die is overleden. Deze man heeft zijn leven opgegeven voor de islam. Hij heeft opgeroepen naar de islam. Maar je hoort er nauwelijks iemand over praten. Je hoort nauwelijks dat het leeft tussen de moslims. In tegenstelling, da, in tegenstelling, in tegenstelling tot iemand die, weliswaar, misschien goed was als persoon, maar de, het recht van Allah Azza niet toekende. En wanneer zo'n iemand komt te overlijden, dan staat iedereen in rep en roes, bidden bijna geen genezen voor diegene terwijl hij geen moslim is. We moeten deze verhouding moeten we recht gaan trekken. Deze scheve verhouding moeten we recht gaan trekken. Maar wanneer kunnen wij dit recht trekken? Wanneer wij de waarden kennen van wat de islam ons vertelt. Hmm. Degene die de zaken van de islam hoog heeft, dat duidt op de vrees van, het, van Allah. Azzawajal. Dit is wat Allah zegt. En een van die zaken is onze geleerders. Zoek die op. Kijk wat die mensen te vertellen hebben. Kijk wat, hoe die mensen over het leven praten. Maar kijk daarvoor nog naar wat belangrijker is: naar het leven van de profeet Sallallahu alayhi wasallam. Wie is onze geliefde profeet? En waarom is zijn dood een teken van het uur? Hier moeten wij goed over nadenken. Maar dit kunnen we alleen beseffen als we ons verdiepen in de islam, in de levens van, de, van, van deze mensen. En als nummer 1, natuurlijk, het leven van de profeet. Alayhi wa dus hij zegt. Dus hij zegt, alayhi afdalu salatu wa taslim, mijn dood. Mijn dood is een van de zes tekenen in deze hadith. Thum, thumma fath beytel maqdis. Uh, en daarna het openen van beytel maqdis. Na welke uh, fath verwijst de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Naar welke opening van uh, Betel maqdis? Beytel maqdis is uh, het welbekende islamitische moskee, om het even zo te noemen. In Jeruzalem, waar de profeet wa met alle boodschappen en profeten heeft gebeden, de opening daarvan is al twee keer gebeurd in de islam: namelijk in de tijd van Omar en de tweede, Salah al-Din al ayyubi al al En daarna is hij afgenomen van de moslims, ja? daarna is hij meer dan duizend jaar in de handen van de moslims geweest. Tot de afgelopen eeuw is hij weer van de moslims afgenomen. Maar de Fet Betel Mahdi's, waar de Profeet in deze hadith naar verwijst, is de laatste. Is de laatste Fet Betel Mahdi's. En dat is de tijd waarin de Mehdi komt en dergelijke. Dus dit even voor de duidelijkheid. Dat zal dus een van de tekenen van het laatste uur zijn. En dan zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. ثم, moutaan. Ja'ghudu fiykum. Ka'as al-ganem. En dan vervolgens een dood. De twee doden die jullie tegemoet zal gaan. En die zal jullie het leven ontnemen. Alsof jullie, alsof jullie uh, vee zijn. Oftewel, die dood zal heel snel langs mensen gaan. En zal hun het leven ontnemen. En dan kunnen jullie. Uh, dan kunnen je eigenlijk. Denken aan een bepaalde ziekte die vee overkomt. Het vee die, die, die komt te overlijden aan een bepaalde ziekte. En dat is een bepaalde ziekte die uit hun neus komt en ze komen te overlijden. Is algemeen bekend bij de mensen van, 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 het, van, het, van, het, van het boerlijke leven. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam... En de derde teken, of sorry, de vierde teken, is dat jullie zoveel geld zullen hebben dat een man 100 muntstukken wordt gegeven aan sadaka En hij is nog steeds niet tevreden. En hij zal nog steeds niet genoegen nemen. Dit is een teken, een van de zes tekenen die in deze hadith worden opgenoemd. En dit heeft plaatsgevonden. En het kan ook weer plaatsvinden. Maar daar gaan we zo, inshallah, inhoudelijk over praten. Want dit is heel, heel belangrijk. Hoe wij omgaan met deze hadith. Naar. En dan zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, fitna tun. min al-Arabi illa dakhalethu. En een fitna. En een fitna. Zal geen huis van de Arabische wereld nalaten of het komt binnen. Deze fitna. Zal elke, zal elke huis binnenkomen. Is het de televisie? Is het internet? Is het? Allahu A'lam. Allahu A'lam. Want mensen hebben stel, snel de neiging te zeggen: Ja, ja, is duidelijk. Het is televisie. Het is internet. Omdat hij weet, naam, via televisie en internet komt er naar binnen. Dat begrijpen we. Maar is dit wat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam bedoelt? Dit zijn belangrijke zaken om te weten. En dan zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam: ثم wa بني الأصفر فيغذرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنى عشر ألفا ها is in a rust tussen en بني الأصفر. Verwijzend naar de Romeinen. Ja, verwijzend naar de Romeinen. And de Romeinen kun je zien als de Europese uh, Een, 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 een oorlog komen, die eigenlijk vanuit hun is begonnen. En zij zullen dan met 80 vlaggen aankomen. En on onder elke vlag zal er 12.000 man staan. Onder elke vlag 12.000 man, eh, om, jullie dus, eh, om, om jullie eigenlijk de oorlog te verklaren. Nah. En het was iets wat heel bekend was bij de Sahaba, dat het uur zal aanbreken, sterker nog, de profeet alayhi wa sallam, was gewoonlijk om in de nacht een dua te verrichten, dua al waarmee het gebed wordt geopend. En de profeet alayhi wa sallam, verrichtte deze dua, het is een hele lange dua, ga ik niet volledig opnoemen. Deze dua verrichtte de profeet alayhi wa sallam, om zijn gebed te beginnen. Dus na de takbeer deed hij deze dua. En onder andere, wat er in deze dua stond, is: Wassaatu hak. En het uur is waarheid. Oftewel, het zal plaatsvinden. نعم البيهقي رحمه الله اي يعني فند علماء فند امه بزخت ازخت انسان صفه يوم القيامه انسان فني هذا يوم القيامه بسخرايف زخت هاي اما انتهاء الحياه الاولى فان لها مقدمات تسمى اشراط الساعه وهي اعلامها منها ازخت ان هالاور اوفت ايند Van dit wereldse leven, dat zal gepaard gaan met een bepaalde zaken die vooraf gebeuren. En die worden genoemd de tekenen van het uur. Hij zegt hem: Tot die tekenen behoren. Nou, behoren. En ik zal ze even opnoemen. Het gaat nu hier om de grote tekenen. Gerooj het gel. Dus dat de gel zal verschijnen. En wellicht inshallah dat ik mijn best zal doen om ze in een volgorde op te noemen. Zodat jullie weten hoe de ulema ongeveer... De volgorde is niet heel erg bekend. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, nooit een hadith heeft genoemd waarin de volgorde duidelijk is te zien. Of uh, 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 duidelijk is weergegeven. Er zijn meerdere hadith. Maar de ulema hebben hun best gedaan om aan te geven hoe uh, de volgorde daarvan is gegaan. Het eerste, dhuhrul, dhuhrul mahdi. De eerste is dat Al-Mahdi, deze geweldige man waar de Profeet sallallahu alayhi wa over heeft gesproken. Belangrijk is te weten dat Imam Al-Mahdi dat er 1400 ahadith over deze man zijn. 1400 ahadith waarvan maar 4 waar authentiek zijn. Waarvan maar 4 authentiek zijn. Ahl Sunnah wal Jama'ah geloven dat hij zal komen. De Mu'tazila daarentegen. ...geloven dat niet. En de mensen die daar extreem in zijn overdrijven... ...zijn de rawafid. Oftewel de shia. Ahlus sunnah wal jama'a. Zij weten dat hij zal komen. En hij zal... ...Mohammed ibn Abdillah heten. En deze man van, zal van zichzelf niet weten... ...dat hij de Mehdi is. Hij zal niet weten... ...dat hij de verlosser is van de umma. Dat zal hij niet weten. Sterker nog... ...het zal niet eens een echte praktiserende man zijn. Tot een nacht... ...waarin Allah Azza wa hem een ingeving geeft... ...en hij weet van... Ik moet wat doen voor mijn geloof. En dan zal hij opstaan in Mekka. En zal hij gevolgd worden. Hij zal gevolgd worden totdat hij in de Medina komt. En dan zullen mensen hem het geven. En vervolgens op, die, op dat moment weten mensen: van Dit is onze Khalifa. Dit is de man onder wie wij moeten gaan opereren. Nou, De tweede teken is Ghoroj masih al Dajjal. Op dat moment dat al Mahdi uh, eigenlijk. De islamitische eet krijgt van de mensen. Zal op dat moment ook de gel tevoorschijn komen. Dajjal, de deze wezen. Deze wezen. Allah heeft deze man. En deze man is van Benu Israël. Deze man is van Benu Israël. Deze man heeft Allah Azawajallah aangesteld als de grootste beproeving voor de gehele mensheid. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, er is geen boodschapper geweest of hij heeft zijn volk gewaarschuwd voor de Dajjal. En daarom was het ook gewoonlijk dat de profeet wa sallam vaker voor de Dajjal waarschuwde en toevlucht zocht bij Allah tegen de Dajjal. En dit is de du'a die wij verrichten in onze tashahhud. Wanneer wij het gebed bijna klaar zijn, dan zeggen we: وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ min sharri الْمَسِيحِ masihi dat we Allah Aza Jalla vragen om ons te beschermen tegen de slechte fitna van Messië Dajjal. Deze wezen. Subhanallah het bijzondere is dat de profeet sallallahu alayhi wasallam een keer opriep naar het gebed. Hij had een van de moadiningen aangesteld om de mensen te roepen naar het gebed. En de mensen kwamen naar het gebed. En vervolgens vroeg de Profeet sallallahu alayhi wa Weten jullie waarom ik jullie heb verzameld? Toen zeiden ze: Allah en zijn Profeet weten het beste. En toen zei de Profeet sallallahu alayhi wa Dit is Tamim het Dari. Eh, deze Sahabi, deze metgezel. Die heeft mij verteld dat wat ik jullie altijd heb verteld. En toen begon de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het verhaal te vertellen van Tamim met dari Wat heeft deze sahabi meegemaakt? Deze geweldige metgezel. Hij vertelt het verhaal als volgt. En deze verhaal staat in Sahih Muslim. Hij zegt wij waren met een aantal mannen op een schip. En wij waren, en hij was een handelaar. Zoals de rest van de mannen. Hij zegt en vervolgens kwamen er enorme golven. En raakten wij de koers kwijt. En hebben wij ongeveer een maand, en in Riwaye 40 dagen, op zee rondgevaard. Ze wisten niet meer waar ze naartoe moesten. Totdat ze bij een eiland kwamen. Hij zegt, wij kwamen vervolgens bij, de, bij een eiland. En jullie moeten jullie voorstellen, de profeet sallam vertelt deze hadith. Niet Tamim dari Niet Tamim dari vertelt het verhaal. De profeet vertelt het verhaal. En zal ik jullie een mooie weetje geven. Dit is de enige hadith. Die de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft overgeleverd van een Sahabi. Dit is de enige hadith. Alle al hadith zijn overgeleverd door de Sahaba van de profeet wa Sallam. Dit is de enige hadith die de profeet wa Sallam heeft overgeleverd. Dus de profeet wa sallam vertelt het verhaal en hij zegt. Vervolgens zagen ze een eiland en ze hadden enorme honger. En ze kwamen bij die eiland uh, aan. En vervolgens. Zeggen ze, we stonden bij de kust en in één keer kwam er een beest. Een dabbe. Die kwam tevoorschijn. En natuurlijk de metgezellen. Of, de, hij was hier nog geen metgezel trouwens. Hij zegt, wij schrokken. En wij spraken de dabbe aan, deze beest. En wij konden niet, hij zegt, wij konden het, de hoofd van de achterkant niet onderscheiden. Want hij was zo behaard. En hij sprak dat, ze spraken dat beest toe. Ik zei: Van wie ben jij? En toen zei zij. Toen zei zij. Jessas. Ik ben Jessas. En deze hadith wordt genoemd na deze deb. Namelijk hadith Jessas. Deze hadith heet Hadith Jessas. En vervolgens. Want ze sprak, ze sprak tot hen in de Arabische taal. Dat was bijzonder. En vervolgens. Toen uh, zei deze onbekende dier: van jullie moeten naar binnen in het eiland, want er is daar een man die jullie moeten tegenkomen. Hij zei: we werden bang, maar we haasten ons om te kijken wat, wat zij bedoelde. Deze, deze Sahabi en de mannen die bij hem waren, hij zegt: we kwamen volgens aan en we zagen iets wat wij nog nooit hebben gezien. We hebben nog nooit zo'n grote man gezien. Maar tegelijkertijd hebben we ook nog nooit een man gezien die zo vast was. Hij was geweldig geketend. Het was duidelijk dat deze man niet vrij kon komen. En vervolgens begon hij hen aan te spreken. En hij begon hun bepaalde vragen te stellen. Hoe zit het met dat meertje? Hoe zit het met die palmbomen? Hoe zit het met die man die uit jullie zal komen als profeet? Is hij al naar Jetrib gegaan, oftewel is hij al naar al Medina en bevechten de Arabieren hem en hoe gaat hij met de mensen om en vervolgens toen maakte hij zich duidelijk wie hij is hij zegt ik ben de Messie ik ben de Messie en ik wacht alleen op het moment dat ik vrij kom en dat is dichtbij het, komt, het is nabij dat ik vrij zal komen en vervolgens zal ik geen plek laten op aarde of ik zal het binnendringen behalve Mekka en al Medina Behalve Mekka en el Medina. Wie is deze Dajjal? Deze Dajjal, Allah Azza wa Jalla heeft hem krachten gegeven. Allah Azza wa Jalla heeft hem krachten gegeven. Zodanig dat wanneer hij bij mensen aankomt. En hij zal komen in een tijd waarin mensen in dwaling zijn. Mensen zijn heel makkelijk te beïnvloeden. En zijn startpunt zal beginnen in Khorasan. En wie zal hem daar opwachten? 70.000 Joden. Die zullen direct met hem opkomen. En vervolgens zal hij mensen beïnvloeden. En hij zal het paradijs en het vuur bij zich hebben. Hij zal het vuur in zijn rechterhand hebben en het paradijs in zijn linkerhand. En de mensen zullen kunnen aflezen, de gelovigen. Zullen kunnen aflezen, en dit is een beschrijving die de Profeet SallAllahu had gegeven aan de gel, wat eerder niet is gegeven door geen enkele boodschapper. Namelijk, op zijn hoofd sta staat Al-kaf, wal fa wal ra Kofrun of Kafar. En de Moemini, de gelovigen, zullen hem herkennen. Zij zullen hem direct herkennen dat dit de gel is, waar, waar, waar wij altijd voor gewaarschuwd zijn. Waar de mensen. Die in dwaling waren. Mensen waarvan hun iman zwak is. En de, de test zal zodanig zijn dat er zelfs een hadith zijn dat een man zijn gezin, zijn vrouw en kinderen vastbindt in huis. Om ze niet naar buiten te laten gaan. Omdat de fitna van deze man zo erg is dat iedereen met hem meegaat. En hij zal een enorme stoet hebben. Een soort van een carnaval achtig iets. Een enorme stoet. Ja? En dezelfde fitna wat je in carnaval ziet, dat zal misschien nog erger zijn. Maar de fitna zal groot zijn. Hij zal mensen overtuigen. Met wat overtuigt hij ze? Hij zegt tegen de wolken, regen en het zal regenen. Hij zegt tegen de aarde, haal jouw schatkisten eruit en de schatkisten komen eruit. Hij zegt, laat bomen groeien en bomen groeien. En als het zo is dat hij iemand specifiek moet afmoed, misleiden... Dan zegt hij: Geloof je niet in mij? Ik laat jouw moeder en vader komen. En dan laat hij twee jinns de vorm van de vader en de moeder nemen. En die zullen dan toch tot die persoon spreken. En ze zeggen: Volg hem wat hij is op de waarheid. En iedereen die denkt dat hij, dat hij de God is. En zij zullen in hem geloven. Hij zal tegen hen zeggen: Ga mijn paradijs binnen. En de profeet heeft erover gesproken. Hij zegt: alayhi afdalus salatu wa dat die paradijs, dat is het hele vuur bij Allah azawajal. En degene die in de gel niet gelooft, die zal het hele vuur worden ingeworpen. Maar dat is het paradijs van Allah azawajal. Dus de fitna is enorm groot. De fitna is enorm groot. Dat is de tweede uh, uh, teken, grote teken. En dan de derde teken: Nuzul Isa. Op dat moment nadat Mehdi is gekomen. Uh, en, en, en de gel is bezig met zijn verderf. Op dat moment zal Isa a.s. neerdalen. Hij zal neerdalen. Jezus zal opnieuw neerdalen. En hij zal zijn taak of taken. Zal zijn dat hij de kruis breekt. Hij zal de kruis afbreken. En hij zal de varken, varkens wegnemen. Ja, oftewel er zal geen varkensvlees meer worden genuttigd. En hij zal de Djal vermoorden. Hij zal de Dajjal vermoorden. Want vooraf, voordat Isa a.s.w. de Djal vermoordt, De mensen zullen, de moslims zullen enorme hoop. Ik zal niet zeggen hoop verliezen. Maar er zal heel, ze, ze zullen een hele moeilijke tijd meemaken. Omdat in de tijd van de Mahdi zullen zij proberen om de Dajjal te bevechten. Zij zullen proberen om de Dajjal te bevechten. En de Profeet Sallallahu heeft in een hadith aangegeven dat de mensen die de jihad zullen voeren tegen de Jal, dit zijn de beste strijders in de islam. Na de metgezellen. Dit zullen de beste strijders zijn. Na de, de Sahaba in de islam. Vervolgens komt Isa, en dan zal Isa natuurlijk uh, uh, de Jal vermoorden. En de mensen van het christendom en de joden. Die zullen direct zien van Isa is moslim. En hij zal niet terugkomen als een boodschapper of profeet. Hij zal niet terugkomen als een boodschapper. Hij komt en hij zal de islam beleiden die wij hebben. En hij zal ook niet imam zijn. Hij zal ook niet de imam zijn. Al-Mahdi zal degene zijn die het gebed leidt met de moslims. En Isa a.s. vermoord uiteindelijk uh, de jal uh, Zoals dat een van zijn taken is. Vervolgens... De teken die daarna komt. is Ya'jouj en Die eruit zullen komen. Ghuruj, Ya'jouj en Deze twee volkeren. een verschrikkelijke volk. waar de mensheid mee beproefd zal worden. En deze mensen zullen in zo'n aantal zijn. is ongekend. Namelijk. er wordt gesproken dat de aantal die op aarde is. Zij zullen er duizend van zijn. Zij zullen keer duizend. Dus als we zeggen 7 miljard, dan zullen zij 7.000 miljard. Dus ongekend veel zullen deze mensen tevoorschijn komen. Waar ze tevoorschijn komen? Allahu a'lam. Dajjal is hij nu aanwezig? Hij is aanwezig. Waar die is? Allahu a'lam. Dit behoren allemaal tot de ongeziene zaken. En sommige mensen praten over Bermuda, uh, driehoek. Misschien is die daar, misschien is dat... Die... Allah azawajallah heeft duidelijk aangegeven dit behoort tot de grijpiaat, tot de zaken die ongezien zijn, en niemand heeft daar kennis over behalve Allah Azza wa En uiteindelijk, even heel kort, zij zullen verderf zaaien, zij zullen een rivier volledig opdrinken, zij zullen alles wat ze tegenkomen vernielen, maar vervolgens zal Allah Azza wa hun allemaal laten doodgaan in één nacht. En dat zal middels een vorm die in hun nek eruit komt... waardoor ze allemaal komen te overlijden. Ze komen allemaal te overlijden. In één nacht. Nou. De... Hoeveel teken zijn wij nu? We hebben... Al-Mahdi... En dan Dajjal. En dan Isa alayhisselam. En dan... En dan de vijfde... De Kaaba zal verwoest worden. De Kaaba zal verwoest worden. Nu... En na dit, zal er wolken of rook zal tevoorschijn komen, namelijk het Duchaan. Die zal, die zal euh, 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 opkomen in het westen als in het oosten. En die zal opkomen in het westen als in het oosten. Nein. En dan de teken daarna, de grote tekenen, is dat de Koran. De Koran. Die zal volledig in zijn totaliteit worden opgeheven. Hij zal opgeheven worden. Het is van Allah gekomen. En wij als moslims geloven dat hij weer teruggaat naar Allah. Azzawajal. Er zal op een moment komen dat mensen geen Koran meer vinden in hun boeken. Hun harten dragen geen Koran meer. De muhim koran is weg. Quran is weg. En dan natuurlijk de geweldige teken. Die voor iedereen duidelijk zal zijn. En dat is natuurlijk de zon die vanuit het westen opkomt. In tegenstelling tot het oosten. Naam. En dan komt het te tevoorschijn. Zoals Allah Azawajalla erover heeft gesproken. In, surat, in welke surah staat het dabbeh? In surat al-Naml. In surat al-Naml heeft Allah Azawajalla gesproken over het dabbeh. Het uh, uh, zal de mensen spreken. Is het dezelfde dabba als wat we net hebben genoemd in de hadith van Tamim al-Dari? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Uh, en vervolgens komt er dan de teken daarna Al-Ghusufat al thalatha Dit betekent: Er zullen plekken zijn op aarde, er zullen drie momenten zijn dat de aarde. Eigenlijk zoals je dat noemt, opslokt. Eh? Er zal zeg maar een soort van inham zijn in de aarde. En het slokt dingen op. En dat zal drie keer gebeuren. Drie keer gebeuren. Nou. En na deze teken. dan komt de Rih al-Barida. Oftewel de koele uh, wind. Die langs de hele wereld zal gaan. Wat doet deze koele wind? Die zal alle zielen nemen van de gelovigen. Iedereen die gelooft in Allah Azza wa Jalla, die zal worden meegenomen, zijn ziel zal worden meegenomen met deze koele wind. En dat zal voor hun een rust zijn. En een kalmte zijn. En na dit, en na dit blijven alleen de alle slechtste mensen. Alle slechtste mensen blijven op aarde. Zoals de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam hun heeft beschreven: dat ze geen schaamte hebben totdat ze op dieren lijken, dat ze gemeenschap zullen hebben midden op straat, midden op de wegen. Het zijn de aller slechtste mensen die over zijn. En dan natuurlijk de allerlaatste teken. En dat is bil ijma' met consensus dat dit de laatste teken is. Dus ulama. die verschillen allemaal van de volgorde wat ik net heb opgenoemd. Maar één ding zijn ze het allemaal over eens. En dat is een vuur die zal uitbreken. Die zal uitbreken en dat zal de mensen allemaal bij elkaar brengen. De aller slechtste mensen. En vervolgens zal de wereld op die mensen vergaan. نعم ديتي دي سيف ان كورت فول خورد دي اه دو علماء وبنوما دخا الامام البيهقي في خزاخت آزاخت خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم انا زي نتولك دي هاي هير فير اوبنوم تسهيل اندرس اه وقتله الدجال ومنها خروج ياجوج وماجوج ومنها خروج دابه الارض ومنها طلوع الشمس من مغربها فهذه هي الايه العظام واما ما تقدم هذه Min en natuurlijk hebben we kleinere tekens dit zijn de grote tekens wat we net hebben opgenoemd maar daarvoor zijn er een aantal kleine tekenen die zich voordoen en sommige ulama die praten zelfs over dat de meeste uh, eigenlijk uh, bekend zijn en dat die ook echt uh, gebeurd zijn, laat me je alleen bijvoorbeeld een hadith vertellen, heel simpel uh, dat Allah, de profeet alayhi wa sallam, spreekt dat het tot de tekenen van het uur behoort dat kennis wordt genomen en de kennis wordt niet genomen door middels dat boeken worden verbrand of dergelijke. Nee, de ulema zullen komen te overlijden. Nou, ik heb jullie net verteld: in deze laatste 50 jaar zijn enorm veel ulema overleden. En het erge is, is dat er niet mensen komen die hun plaats kunnen vullen. Wat je hebt, is mensen die net studenten, studenten van kennis zijn. Uh, ...of de kennis niet goed onder de knie hebben... ...maar toch de status krijgen van een geleerde... ...waardoor zij vertouwen geven en de mensen laten dwalen nadat, nadat zij zelf dwalend zijn. Nadat zij zelf dwalend zijn. Maar ook bijvoorbeeld el-kassiyat, al ariyat Zoals de profeet hen heeft beschreven. De vrouwen die gekleed zijn, maar niet gekleed zijn. En ik hoef jullie daar echt geen voorbeelden over te vertellen. Wij leven in een tijd Allah waar dat natuurlijk duidelijk in overvloed te zien is. Uh, vrouwen die zich kleden, maar niet gekleed zijn, Allah moet En natuurlijk uh, de mensen die onwetend zijn, dat die uh, de, de, de de plekken krijgen uh, die eigenlijk niet voor hun geschikt is. En dit zijn allemaal tekenen die behoren tot uh, 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 tekenen van het uur, maar weliswaar de kleine tekenen. Dus we weten nu, we hebben grote tekenen, wat we net hadden opgenoemd als volgorde. En dan hebben we natuurlijk ook de kleine tekenen en die zijn behoorlijk wat. Dat zijn er behoorlijk wat. Uh, 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 tot aan bijvoorbeeld dat de profeet sallallahu alayhi wa spreekt over dat een persoon een, 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 een vorm van een stok zal hebben. En die zal tot hem kunnen spreken, die hem vertelt wat zijn gezin uh, hoe het met zijn gezin is of wat zijn gezin aan het doen is. Is het, het de telefoon? Is het iets anders? Allahu a'alam. Maar de Profeet sal heeft bijvoorbeeld ook gesproken over een hadith. En weliswaar, deze hadith is wat zwakker: dat, er, dat mensen zullen communiceren via schotels. Zijn dat satellietschotels? Allahu a'alam. En daarom is het goed om te weten: en dit is heel belangrijk, dat we moeten weten dat. Deze hadith die wij horen over het tekenen van het uur, dat wij nooit met zekerheid kunnen zeggen, dit is wat de hadith bedoelt. Dus als de profeet sallallahu alayhi wa spreekt over dat er aan het eind van de tijd een man een kist zal bereiden en hij zal voor de moskee komen te staan, waarin zijn vrouw zal wachten en zijn vrouw is gekleed, maar niet gekleed, is dus een kassie ariyat. Dat we dan zeggen, subhanallah, dit is de auto. Ja, je ziet zo vaak mensen met de auto naar de moskee komen en zijn vrouw uh, is helemaal opgemaakt en dergelijke, terwijl hij aan het bidden is. Dat kan je niet zeggen, is moeilijk. Wij kunnen nooit met zekerheid, kunnen nooit met zekerheid een hadith plaatsen aan de hand van onze realiteit wat we zien. Er is misschien één zaak, er is maar één zaak waar de ulama zeggen, wij zijn het bijna allemaal over eens, dat de profeet dit ermee bedoelde. Dat de profeet daadwerkelijk dit mee bedoelde. Dat behoorde tot het tekenen van het uur. En dat is een vuur waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam over heeft gesprek, gesproken. Hij zegt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam spreekt hier over een, een teken van het uur. En hij zegt. Het uur zal niet aanbreken totdat er een, een vuur Opkomt vanuit de Arabische Schiereiland. En deze vuur zal de nekken verlichten van de kamelen in Basra. Oftewel in Irak. Dus deze vuur zal een enorme grote vuur zijn. En het is zo dat in het jaar 654. Is er inderdaad zo'n vuur uitgebroken. In de omgeving van Medina. Een enorme grote vuur die uitgebroken was. Mensen hebben nog nooit zoiets gezien. En deze vuur wordt gesproken dat die maanden heeft geduurd. En zoals Imam al nawawi rahimahullah heeft gezegd. Uh, en ook Abu Shama, Deler uh, En dit, in deze boek, Deler spreekt, Rawdatein, spreekt specifiek over de mensen. Over ulama en de vrome mensen die hebben geleefd in de zesde en de zevende eeuw. Uh, ja, uh, 7e eeuw van de Hijra. En dit is waarin deze vuur plaats heeft gevonden. En hij zegt, en Imam Nauw nou, als eerst... hij zegt dat de nieuwsberichten over deze, over deze vuur. dat is er zoveel dat het, het niveau van de Mutawatir heeft bereikt. En de Mutawatir wil zeggen de hoogste niveau van berichtgeving. Dat wil zeggen dat er enorm veel mensen zijn die deze berichten hebben overgebracht. In verschillende plekken, door verschillende mensen, dat het onmogelijk is dat deze mensen kunnen liegen. Jullie weten zelf hoe politieagenten werken. Als iemand aangehouden is, een groepje is aangehouden, wat doen ze altijd het, meest, het allereerste wat ze doen? Ze halen iedereen uit elkaar. En dieven die slim zijn, die zeggen dan: hé, hey, praat niet, zwijgrecht, zwijgrecht. Want ze weten, de verhalen gaan toch niet kloppen. Deze gaat praten, deze gaat praten, gaat niet overeenkomen. Maar als ze allemaal hetzelfde verhaal vertellen wat ze daadwerkelijk hebben meegemaakt, dan weet je, er is, dit is geen leugen. En dit is de test die zij doen. Zo dus ook een mutawatir. Dat wil zeggen dat meerdere mensen het hebben overgeleverd en meestal op verschillende plekken, waardoor, dus, waardoor het dus onmogelijk is dat deze mensen hebben gelogen. En Imam an zegt dus dat het niveau van de mutawatir heeft bereikt. En Abu Shama die zegt zelfs. Abu Shema zegt in: Ik heb zelfs mensen gesproken die ik vertrouw. Die ik vertrouw. Die deze vuur hebben gezien. Dat zij aan de hand van die vuur, midden in de nacht, boeken hebben kunnen schrijven op de verlichting van die vuur. Dus deze vuur heeft daadwerkelijk echt plaatsgevonden. En dit is eigenlijk. De enige zaak waarvan ik weet dat de ulama zeggen: dit is de, hadith, dit is de hadith die echt in daadwer als, als daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En hierbij hou ik het in, inshallah ta'ala. En volgende week gaan we erover over door. En hoe wij uh, 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 bijvoorbeeld, uh, wat zijn de eerste zaken waar we uh, mee te maken krijgen. En wellicht dat ik het wat uitgebreider pak, zodat jullie ook wat kleine tekens uh, 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 zullen meekrijgen. Ik geef jullie een kleine, misschien is dit goed om te weten. De Profeet Sallallahu heeft bijvoorbeeld gesproken over mensen die strepen zullen hebben. Kijk goed, dat de Profeet Sallallahu heeft gesproken over mensen die strepen zullen hebben, die. Een uh, short, uh, short, uh, shorta. Shorta komt van het woord ashraat. En de Profeet Sallallahu Wasallam zegt. Lahum er zullen mensen in het, aan het eind van de tijd, zullen er mensen zijn met strepen zullen mensen zijn met strepen. volgende week inshallah maak ik deze hadith af. Maar dat jullie zien, dat de profeet alayhi niet uit begeerte sprak, maar dat hij echt sprak met de met de openbaring, aan dat heel veel dingen wat hij heeft die zijn ook uitgekomen. Alayhi dan gaan we nu over naar de vragen inshallah taala. Subhanak allahumma hamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu بارك الله فيك. <applause> اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى. هاي الذخينة؟ دي هتبخين هي في زندر بخين. أنا هاي الذلات سو زندر أن أيندر. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. أطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من اهل الكبائر من امته. حتى ضمته البحور. سل من عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. <صفيق> صابرا في العلم صبرا حتى سمى. <تضمت البحور> <صفيق> الله عز وجل. كان انسان في هاي. دون زلطة فور زرخة الله عز وجل.